コンビね。Marloes woont in een studentenkamer met 4 konijnen. Haar konijntje Flip is maar 10 weken oud geworden. Hij is bij haar thuis geboren, maar hij bleek al vrij snel ziek. Marloes heeft dag en nacht voor Flip gezorgd en heeft daardoor een intense band met hem opgebouwd. De moeder van Flip mag ook afscheid nemen. Dit vind ik ook gewoon belangrijk in mijn vak, dat de dieren ook gewoon zo afscheid kunnen nemen. Maar... En nu ruikt ze dat ze een dood jonkie heeft. Ja, maar anders blijven ze zich afvragen, waar is mijn kleintje gebleven? Want afscheid hebben ze niet kunnen nemen. Het is een konijn, hè? Ja. Die hebben dezelfde gevoelens als wij. En jij studeert nog, toch? Ja. Studenten zijn over het algemeen niet zo rijk. Nee, klopt. En dit kost €530. Ja. Dus het is voor jou heel belangrijk dat Flip een uitvaart krijgt. Ja. Ja, ik geef heel veel om ze en het is een soort familie voor me. Dus ja, ik vind dat als je een dier koopt, dat je ook op een waardige manier afscheid moet nemen. Rianne overlegt altijd hoe het baasje afscheid wil nemen en bereidt dan een dienst voor met een speech of een passend gedicht. Nog zo jong en onschuldig. Zo lief en zo zacht. Nog zo klein, maar toch zo vrolijk. Dat was echt jouw kracht. Hier in huis was je echt een vriend. Je gaf Marloes meer dan haar dromen. Jullie hadden veel meer tijd samen verdiend. Mooi. Wil je hem zelf vasthouden of zal ik hem vasthouden? Ja. Ja, ik ga mee.